kijkt naar een van mijn video's. Deze video is gewoon even een korte kletsvideo om je weer van alles op de hoogte te brengen. Video. De zomervakantie is weer voorbij. Het normale leven gaat weer beginnen. En dat betekent dus voor mij ook weer video's op gaan nemen en op YouTube gaan plaatsen. Ik heb de laatste tijd het voorrecht om video's in te mogen gaan plannen. En misschien heb je het gemerkt dat de afgelopen weken elke keer om dinsdag om 12 uur 's middags een nieuwe video online komt. En dat wil ik eigenlijk de komende video's, of de komende maanden, zo moet ik het eigenlijk zeggen, ook gaan proberen. Dus elke week op dinsdag om 12 uur komt er een nieuwe video online. Pin me er niet helemaal op vast, want het kan natuurlijk altijd een keer mislopen. Maar dat is dus wel eventjes de bedoeling om dat zo te blijven doen. Ik heb dus ook de afgelopen weken een paar video's vooruitgewerkt. En dat heb je misschien wel gemerkt. Het waren heel veel shoplogs, heel veel korte video's. Maar dat kwam dus omdat ik even in korte tijd wat vooruit wilde werken. En ik wilde ook kijken of die shoplogs dus ook iets waren. En aan het aantal views te zien, dus aan het aantal kijkers, doen die shoplogs het heel erg goed. Met name de Action shoplogs worden heel goed bekeken en dat vind ik superleuk. En ook de AliExpress shoplogs, die doen het erg goed. Wat ik graag wil weten, mijn vaste kijkers die kijken misschien al langer naar mijn kanaal. En die zien dat ik ook heel vaak reviews doe. Ik heb ook zwangerschapsupdates gedaan en dergelijke. Nu is dus mijn vraag aan jullie. Vinden jullie het leuk dat ik dus wat meer shoplogs erop zet? Of zien jullie dus wat meer van die updates van Noor, van 0 tot 6 maanden, wat ze gegroeid had, wat haar ontwikkeling was, haar voedings- en eetschema. Zien jullie dat liever? Of dus meer die shoplogs en reviews? Of zie je graag iets anders heel graag? Dat kan natuurlijk ook. Dus deze video is even mijn kans om aan jullie, de kijker, te vragen wat je wil zien. Laat dat even in de opmerkingen hieronder achter. En heb je eventueel vragen aan me? Want ik zit eraan te denken om een veelgestelde vragenvideo op te nemen. Dus mocht je opmerkingen hebben wat je graag wil zien, of heb je vragen dat ik eventueel over een tijdje zo'n video op kan nemen, laat ze dan hieronder achter. Want ik ben heel benieuwd wat jullie vinden. Ja, zoals ik al zei, die shoplogs worden goed bekeken. Maar ja, dat zijn kijkers die zo af en toe maar eens een keer voorbij komen. Ik wil ook voor de vaste kijkers natuurlijk leuk en spannend blijven, om het zo te zeggen. Dus laat het weten wat jij graag zou willen zien. Ja, zoals ik al zei, de vakantie is voorbij. We zijn lekker op vakantie geweest. Zoals je zag, we hadden de buggy meegenomen. Die bevalt dus echt super. Dus daar gaat hoogstwaarschijnlijk even over een tijdje een volledige video van online komen. Hoe die in elkaar, uit elkaar, regenhoes, nou ja, noem het op. Je kunt heel veel dingen met die buggy's, dat ga ik allemaal laten zien. Met Noor is ook het een en ander veranderd. En jij hebt misschien een paar weken geleden de voedingsvideo erop zien staan. En wat we in de tussentijd gemerkt hebben, is dat ze een beetje aan brood begint te knabbelen. Dat begint interessant te worden. Soepstengels, die vindt ze helemaal geweldig. Ze eet nu voortaan ook eten met stukjes erin. Dus we moeten het nog wel een beetje pureren, maar er mogen al wat stukjes in zitten. Eerst moest dat echt helemaal glad gepureerd worden. En dat hoeft dus niet meer, dus daar zijn we ook heel erg blij mee. Ja, en ze vindt het gewoon steeds leuker om in haar stoel te zitten. En je merkt wel aan alles dat ze wil gaan ontdekken, want ze is gewoon in een week gaan tijgeren. Heeft ze zichzelf aangeleerd? Ze had in één keer zoiets van, ja, leuk hier die speelmat, maar ik ga toch echt even iets anders doen. En binnen een week kruipt ze heel het huis door. Gewoon niet normaal hoe snel dat is gegaan. En het is heel leuk om te zien dat ze steeds zelfstandiger wordt. Het wordt gewoon echt, het begint een dreumesje te worden. Niet meer echt een babytje, het begint echt een dreumesje te worden. Nou, Noor had in mei, dat heb ik toen ook in die update verteld, al 2 tandjes in 1 week gekregen. Dus wij dachten, nou, hè, dat zal wel een record zijn. Ja, dat hebben we geweten. Want dat is nu inmiddels een week geleden. 4 tandjes ineens. Het begon met de rechterboventandje. En niet het hoektandje, maar net daarnaast. Die kwam als eerste. En binnen een week de 2 middelste tanden en ook nog de linker. Daar heeft ze best veel last van gehad. Ik moet zeggen,
afkloppen dat ze 's nachts nog steeds goed slaapt. Eten gaat er ook nog wel in. De fles gaat er goed in. Vast eten had ze iets minder interesse in. En ze was wat jengeliger. Maar ik kon wel merken dat het gewoon zat te vervelen. Ze wilde bijtspeeltjes, maar toch ook weer niet. Want dat deed weer zeer aan die mond. Dus ja, ze zijn, zoals ik al zei... De middelste tandjes die moeten nog iets verder doorkomen. Maar volgens mij zijn ze nou alle vier redelijk door. Dus ik hoop dat ze dat nou ook weer gehad heeft. Want het is echt heel sneu. Ja, je merkt gewoon dat het gewoon zat te vervelen. Dus ik hoop voor haar dat het snel over mag zijn. En ze heeft er nou in ieder geval vier in één keer. Dus dan hopen we dat het weer even gaat duren voor de andere tandjes komen. Nou ja, zoals ik al zei met dat tijger, hè, ze tijgert echt heel het huis door. En dan hadden we het al redelijk kindproof gemaakt, de stopcontacten. Daar zitten allemaal al van die pluggen in, om het zo te zeggen. Maar toen merkte ik eigenlijk pas hoeveel er nog stond. Wat, ja, gevaarlijk wil ik niet zeggen, maar dat ik toch zoiets had van, ja, dat wil ik eigenlijk niet dat je eraan komt. We hebben een salontafel waar manden onder staan. Nou, die moesten leeg, daar moesten ze alles uit hebben. Wij hebben een receiver van Ziggo staan en een dvd-speler. Dat vindt ze superleuk om eraan te zitten. Maar ik had bijvoorbeeld ook een Boeddha staan. En daar leggen we dan elke keer wat geld in voor geluk. Ja, dat geld moest ze ook hebben. En alles gaat maar die mond in. Dus ja, misschien zie je het al trouwens aan de muren. We hebben geverfd. En dat was ook meteen een hele goede reden om het huis gewoon helemaal aan te pakken. Dus alle gevaarlijke dingen hebben we weggezet. Alle dingen waar ze niet aan mag komen ook even tijdelijk. En het gaat nou toch wel best de hele dag, nee, niet aankomen, afblijven. Maar we hebben zoiets van, er blijven dingen staan. Hè? Net als een dvd-speler ga je niet wegzetten. Dan moet ze ook maar leren om daar vanaf te blijven. Dus van de ene kant vind ik het niet zo leuk voor haar dat ze nou net gaat ontdekken. En al dat soort dingen gaat doen. En dat ze dat constant horen krijgt, nee, blijf af, niet doen. Dus we laten ze er gangetje gaan. Maar ze krijgt dus ook te horen, nee, af en toe, het mag niet. Dus ja, dat zijn weer nieuwe grenzen voor haar, voor haar en voor ons om te ontdekken. Dus ja, dat is weer een nieuwe fase in het leven van ons gezinnetje. Ja, verder. AliExpress krijgen we nog wel een aantal dingen van binnen. Maar ik weet niet of ik daar nog een nieuwe shoplog over ga maken. Ik weet ook eerlijk gezegd even niet meer wat we allemaal binnen gaan krijgen. Dus dat ga ik nog even kijken. Ik heb wel nog een hele leuke Primark shoplog in het verschiet. Daar ben ik nu deze week geweest, begin september. Ik weet niet precies wanneer jullie die video gaan zien, maar er komt dus een shoplog van de Primark nog online. Een tijdje geleden had ik het ook over een luiertest. Ik weet niet of je die video hebt gezien, maar daar ben ik dus inmiddels ook een heel eind mee opgeschoten. We hebben de Albert Heijn luiers hebben we al getest. De Lidl luiers hebben we gehad. We zijn nu bezig met Teddy Care van de Action. En ik zat nog te denken om die van de Aldi te proberen. En ik wou nog bij wat winkels gaan halen. Dus daar ben ik ook een heel eind mee op dreef. Ja, en dat is het dus eigenlijk wel zo'n beetje. Zoals ik al zei, ik ga dus proberen om voortaan elke dinsdag om 12 uur video online te krijgen. Laat me weten wat je graag wil zien. En of je het huidige aanbod van video's leuk vindt. Of dat je daar iets anders in wil zien. Tja, en ik ga dus vandaag weer even een paar video's opnemen. En die gaan jullie dus de komende weken online zien komen. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je dus nog vragen of opmerkingen hebben, die kun je hieronder weer kwijt. Abonneer je op mijn kanaal en druk even op het belletje. Want dan word je op de hoogte gehouden wanneer ik weer een nieuwe video upload. En vond je deze video leuk of handig? Geef me dan een dikke duim omhoog. Nogmaals bedankt voor het kijken en misschien tot een van mijn volgende video's. Doeg!